good, Kelvin. Mijn naam is Kelvin, ook wel bekend als de bloemist. En kijk, weet je wat? Dat vind ik zonde. Dat vind ik bijzonder. Koop je bloemen. In dit geval heb ik ze gekregen van mijn lieve vriendinnetje Nina. Maar na een dag is dan dit. Na een dag gebeurt, terwijl ik de water en ik heb ze geknipt aan de onderkant en fucking hell, hoe kan dit? Tot zover deze spetterende intro. Zoals ik al zei, mijn naam is Kelvin. Ook wel bekend als motherfucking Calvin. Oké, laat het even duidelijk zijn. Ja, we zitten hier met Calvin. Laat dat even duidelijk zijn. We drinken liters wijn. Ik wil niet zijn wie jij bent. Oké, nee, dat rijdt. Nee. Welkom bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag ga ik iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Wat ik wel een puik creatief idee van mezelf vond. Namelijk, ik ga een pornofilm maken. Waarom zijn jullie hier gewoon blij voor mij, man? Ik moet gewoon mijn dromen kater naken in de radio, of niet dan? Nee, ik ga geen pornofilm maken. Wat ik wel ga doen, is een nieuw conceptje uitproberen. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. Maar ik denk dat het legendarisch kan worden. Het is simpel, maar wel doeltreffend en grappig. Dus let's fucking go, man. Kijk, het zit even als volgt. Ik heb een aantal YouTube-vrienden. Vrienden, kennissen of verre kennis. Ja, hoe wil je ze noemen? Onder kruipselstuig. Onder onkruid en rotzooi. Zo noem ik ze het liefst. Nou, ik heb wel redelijk persoonlijk contact met een groot gedeelte van de YouTube. En dat komt gewoon omdat ik ze allemaal geld betaal om vrienden met mij te zijn. Dus dat is een top tactiekje. Die werkt hier. Probeer het eens op jouw school. Dat is leuk. Geef een tientje aan iemand en hij is een hele week je vriend. Ga ik je eerlijk vertellen. Het concept van vandaag is als volgt. Namelijk, je hebt heel veel YouTubers zoals deze of deze die geld uitgeven aan dingen. Want ja, het is menselijk om geld uit te geven aan dingen. En dat geld uitgeven, dat gaat niet vanzelf. Dat moet je bewust doen. En ik ga vandaag raden of ik op basis van de uitgaven van een bepaalde YouTuber kan raden wie het is. Dus bijvoorbeeld, ik zie een plaatje van een paprika, van een dildo en van een kapstok met koeienprint. En dan moet ik daarnaar kijken en dan moet ik nadenken, welke YouTuber, welke mafkees zou dit kunnen hebben uitgegeven in zijn leven? En dan zeg ik bijvoorbeeld, ik denk dat het Calvin is. En dan later blijkt het Calvin te zijn, want die eet altijd paprika's en heeft koeien van achtergrond en hij gebruikt ook altijd dildo's. Kan je dat eruit knippen? Dankjewel. Nee, ik heb mijn team even bij heel veel YouTubers laten opvragen of ze 3 van hun uitgaves willen doorsturen. Dat hebben ze gedaan, daar is een quiz van gemaakt en die gaan we vandaag doen. Dus abonneer alvast op mijn kanaal, like it. We gaan beginnen. Ik heb hier zin in. Het is lang geleden dat ik weer eens een spelletje heb gespeeld op mijn kanaal. Dus we gaan het gewoon doen. Oké, vraag 1. De eerste uitgaven zijn levertraanolie van €14,10. Boxhandschoenen van €28,30. Hardloopschoenen van €250. Dat is een serieuze hardloper, dat kan ik je wel vertellen. Ik krijg trouwens multiple choice, want anders is het praktisch onmogelijk. Want er zijn heel veel YouTubers en dat is snee. Dus ik krijg 3 opties. Optie A is Jesse Jazz. Optie B, Peter. Optie C, Thai Gorgel. Ik weet het wel. Deze is easy. Doe gezellig trouwens thuis mee. Achter je computertje of achter je telefoontje. Achter je tabletje of achter je bioscoopscherm waarop je deze video zit te kijken. Doe gezellig mee. Is leuk joh. Ik denk dat de uitgaves behoren bij Peter. Want Peter is iemand die hard loopt. En die sport ook iets doet met gezondheid. En levertraanolie klinkt als iets wat je met gezondheid doet. Oké. Let's do this man. Let's fucking do this. Mijn officiële inzending is Peter. Ja hoor. Dankjewel, dames en heren. Dankjewel. Bedankt. Shoutout naar iedereen op de hele wereld. Dankjewel. Ja, ik heb het goed en ik ben trots op. Maar deze was wel easy, want dit is een YouTuber die dicht bij mij staat. Ik ken hem al vrijwel mijn hele leven. Dus oké, dit was een easy one. We gaan door naar ronde 2, dames en heren. Camera plus lens, €8,500. Pokeball, €18. Retourticket Berlijn, €900. Oké, deze YouTuber die spendt graag. Dat is duidelijk. Ik bedoel, al met al hebben we het toch wel even over fucking €9,000. Camera plus lens, €8,500. Wat voor camera heb je nou gekocht, man? Rutger Vink, Masha of Noah Zeeuw? Ik ga voor Masha. I don't fucking care. Masha houdt wel van reisjes, van tripjes met Gregor. En ze is wel iemand die investeert in goede apparatuur. En daarnaast is ze ook wel iemand die pokeballs eet, denk ik. En daarnaast denk ik ook dat die andere jongens alleen maar frikandel speciaal eten en zo. Dus nou, Rutger is wel die healthy dude volgens mij. Want hij is kast. Maar die spent niet €8,500 op een camera. Ik ga voor Masha. Let's do this. Kut! Nee! Nee! Dit is niet leuk. Nee, dit is niet leuk. Dit vind ik echt niet leuk, dit. Nee, hier kan ik niet om lachen. Nee, dit zijn serieuze zaken. Ik stel mezelf gewoon teleur. Rutger besteedt gewoon even €8,500 aan een camera. Wat een camera. Ronde 3. Ah, ah, ah. Oh, oh, oh. Oh, go, go.
We gaan door. Cineworld. 21 euro. Oké, bioscoopje pakken. 1 voor 21 euro naar de bioscoop. McDonald's. 15,40 euro. H&M. 4,90 euro. Ik weet niet wat je bij de H&M voor 4,90 euro haalt. Waarschijnlijk een paar sokken of zo. Twee paar sokken. Royalistic. Senna of Nienkeplas. Royalistic. Nee, dat kan gewoon niet. Dat is hem gewoon niet. Ik bedoel, die gast. Kastu. Die is aan het sporten. Die gaat niet naar de Mac. Never nooit gaat hij naar de Mac. Senna Bellot. Ja, die zie ik wel zitten. Zie ik wel zitten. Dat gaat een beetje te ver. Jongens, kom op. Maar die zie ik wel. Ik zie haar wel dit geld uitgeven. Want het zijn geen hele grote bedragen. Ze is nog een jonge meid. Dus ik zie dit wel. Ik zie dit wel. Ik zie deze wel voor me. Nienkeplas. Ze gaat vast wel een keertje naar de bioscoop. Ze gaat vast wel een keertje naar de McDonald's. Maar desalniettemin ga ik gewoon voor Senna. Kan mij het schelen. Ja! Lekker. Hey. Brrr. Ei. Brrr. Ja, hoor. Ik heb 2 van de 3 goed. Nou, dat was het, dames en heren. Maar even kijken de ballen. We're just getting started. Zakelijk etentje. 545 euro. Blackmagic Ursa en GoPro Hero 7. 4700 euro. Raspatat met een broodje gezond. 6,20 euro. De opties van vandaag zijn Jeremy Vriezer, Enzo motherfucking Knol of JJ Boske. Raspatat met een broodje gezond? Wie bestelt er een raspatat met een broodje gezond? Groningen was het gewoon standaard go-to snack. Waarschijnlijk heb je dat niet in heel Nederland. Maar dat zijn gewoon een soort van zachte frieten. Gewoon een soort aardappelpuree patat. Ik ga voor JJ Boske. JJ is wel iemand die volgens mij investeert in apparatuur. En Blackmagic Ursa, dat is geen kinderspel, jongens. Dat zijn die camera's waar je wat vanaf moet weten. Dus ik denk dat het JJ is. Hey. De deurbel. Ik had het goed, dames en heren. Oh yeah, boy. I got this. You ain't got nothing on me. En door. Hek. 25 euro. Fietssloten. 11,15 euro. Huidskleurig ondergoed. 9,99 euro. Wie koopt er een fucking hek? 25 euro. What the fuck is dit? Hekkie? Hekkie? Ik zeg, godverdomme. De opties zijn Sophie Milsink, Dylan Arends, Marije Zuurveld. Ik vind het een bijzonder pittige opdracht. Sophie Milsink zou in theorie, hè? Ik bedoel, laten we heel even wel wezen. Sophie Milsink, zou ze een hek nodig hebben? Nee. Sophie heeft wel fietssloten nodig, want ze woont in de stad. Dus dan heb je fietssloten nodig, anders ben je hem in 2 seconden kwijt. En huiskleurig ondergoed voor Sophie, dat lijkt me niet. Nee. Optie B, Dylan Hagens. Die zou een hekje kunnen kopen, want hij heeft een tuin volgens mij. Hij zou ook fietssloten kunnen kopen, want iedereen heeft praktisch gezien fietssloten nodig in het leven. Een huidskleurig ondergoed. Ja, Dylan filmt altijd echt de meest weirde shit. Dus ik denk wel dat hij een goede kanshebber is. Marije Zuurveld, hekje. Hij woont volgens mij op de 38.000ste verdieping. Dus volgens mij heb je daar geen hekjes voor nodig. Fietssloten, net als iedereen. En huidskleurig ondergoed, dat zou op zich ook nog wel kunnen. Als ze gewoon iets doms heeft bedacht voor YouTube of zo. Wat zeg maar altijd het geval is. Haha, grapje lieve. Wie is het? Ik ga voor. Fuck it. Ik ga gewoon voor Dylan Hagens. Kan mij het schelen. Ja! Heb ik jou wakker gemaakt, lieverd? Ja, en voor je het weet heb je weer gewoon een hele bos haar op je broek liggen. Lekker hoor, dankjewel. Ik had echt een naaktkat moeten nemen. Oh nee, sorry lieverd. Nee, ik had het niet. Dat heb ik niet gezegd. Dat heb je verkeerd verstaan. Nieuwe uitgave. De car wash van 8,50 euro. Oké, netjes. Ik bedoel, die auto's moeten bling bling zijn deze dagen toch? Dus ik begrijp wat je bedoelt toch haal. Brilverzekering. Ja, sorry, ik wist niet dat er brilverzekering bestond. Ik heb nooit lenzen of bril gehad of zo. Dus ik vind deze wel interessant om heel eerlijk te zijn. 4 euro voor een brilverzekering? Dat is een goedkoop verzekeringetje. Eten in Marrakesh, 40 euro. De opties zijn Hanwee, Gio, Dionne. Trouwens, deze car wash is tering cheap, man. 8,50 euro voor de car wash? Gooit een of andere gastarbeider gewoon een emmer met water over je auto heen of zo. Wat is dit? 8,50 euro. Oké, even terug naar de opties. Even terug naar de multiple choice. A, Hanwee. B, Gio. C, Dionne. Mijn eerste gevoel zegt Gio. Komt omdat Gio een autootje heeft. En Gio, nee, maar hij heeft geen bril, man. Heeft hij lenzen? Dion heeft ook geen bril. Waarom zou je dan een brilverzekering hebben? What the fuck? Eten in Marrakesh voor 40 euro. Deze is lastig. Ik heb namelijk geen fucking flauw idee. Ik heb echt geen idee. Hanwee, Gio, Dionne. Dus ik heb sowieso al een fatsoenlijke score, maar ik wil deze gewoon even inkoppen. Dus ik denk persoonlijk dat jij even moet abonneren op mijn kanaal. Doe het even. Join the Kel fam. It's always fun. Het is de meest leuke, meest gezellige, meest epische familie van de Nederlanden. Dus abonneer even op mij. Dat zou ik fantastisch vinden. Ik maak dingen zoals dit. Kijk eens even kijken. Dag Gio. Tot de volgende keer. Het is gelukt, papi. Voltooid.
En als je dan toch bezig bent met doen wat ik zeg, geef deze video dan ook even een duimpje omhoog. Dat zou ik fantastisch vinden. Doe het even, like het even, support me, man. Ik heb het zwaar deze dag. Het is niet makkelijk. Ik bedoel, de zon schijnt. Het is lekker weer. Als ik deze goed heb, betekent dat dat ik ultiem ben in het raden van YouTubers hun rekeningen. Als ik deze fout heb, betekent het dat ik alsnog wel redelijk mijn best doe. Mocht je dit concept nou leuk vinden, laat het even in de comments weten. Laat even weten of je dit tof vindt, want er zijn natuurlijk nog veel meer andere YouTubers waarmee je dit zou kunnen doen. Dus dan ga ik iets meer mijn best doen, iets meer uitzetten, iets meer opties, iets meer vreemders, weet je wel. En dan denk ik dat het nog wel eens epische video's zouden kunnen worden. Maar ik ben er omheen aan het lullen. Wat is de uitkomst van vandaag? Hanwe Gio Dionne. Ik ga voor Gio. Kan mij het fucking schelen. Gio Latoy, bring it on, boy. Wie is het? Het was Hanwe. Zoals ik al zei, laat even weten of je dit concept leuk vindt in de comments. Geef deze video een duimpje omhoog, abonneer op mijn kanaal en zie ik je later weer. Zoals altijd kan ik zeggen, doe eens gek, je bent er normaal genoeg. What's good, Kelfam? Hey.